Hallo, goedemorgen iedereen. Ik hoop dat jullie een fantastisch weekend hebben gehad. En dat je de tijd hebt genomen om tot rust te komen, om echt iets te doen wat jij leuk vindt. Gisteren was mijn verjaardag en de grootste tijd van mijn verjaardag heb ik eigenlijk alleen doorgebracht. En nu zou je kunnen zeggen, oh, garme. Maar eigenlijk vind ik dat niet erg, want dat heeft mij de tijd en de ruimte gegeven om echt dicht bij mezelf te komen. Echt om stil te staan van, oké, wat ben ik nu in het leven? Wat wil ik nog heen gaan? Wat wil ik nog ervaren? Wat wil ik nog bereiken? Wat wil ik nog gaan doen? En als je constant omgeven bent door andere mensen die willen meevieren met jou, dan heb je natuurlijk dan minder of geen tijd voor. En dat vind ik net zo leuk om, zeker op dagen als mijn verjaardag, om echt de tijd te hebben om gewoon enkel alleen maar dat te doen wat ik zelf leuk vind. Ook al lijkt het misschien voor de buitenwereld dat het dan een hele saaie verjaardag is of wat dan ook, voor mij was dat zeker niet het geval. Nu, in het weekend, voorafgaand aan mijn verjaardag dus, heb ik wel gewerkt. In die zin dat ik ook weer een inzicht kreeg via mijn gidsen, want zo werk ik altijd. En het ging opnieuw weer over grenzen. En een hele tijd geleden, en ik denk in 2016 of 2017, had ik een training gemaakt rond en met betrekking tot grenzen. En nu stuur ik die training vaak nog door naar mensen die met mij één op één werken. Maar toen bedacht ik mij dat eigenlijk iedereen die mij contacteert op een of andere manier wel problemen ervaart met grenzen. En dat daarom hebben eigenlijk mijn gidsen ervoor gezorgd of mij eigenlijk geduwd in de richting van het gratis aanbieden van die training. Ik heb de training wat aangepast, wat geüpdate naar de huidige energie, naar de huidige tijd. En de training is eigenlijk zo opgesteld, dus je ontvangt hem volledig in één keer wanneer je inschrijft. Maar de training is eigenlijk zo opgemaakt dat je eigenlijk doorheen 4 dagen doorheen verschillende grenzen gaat. Want er zijn dus verschillende grenzen, niet alleen fysieke grenzen, maar ook emotionele grenzen, je mentale grenzen en dan energetische grenzen. En dan is er ook nog een bonusstuk rond energiewerk en het zuiveren van je energie en dergelijke. Zeker als je in het begin bent van het ontwaken, van het wakker worden, van al die zaken die met spirituele en persoonlijke groei te maken hebben, is dat zeker een aanrader. En als je natuurlijk mij langer volgt en je hebt het ook nog niet gevolgd, waarom zou je het dan niet gewoon ook in huis halen? Het enige dat ik ervoor vraag, is dat je eigenlijk gewoon inschrijft. Want eigenlijk via het doorgeven van je mail krijg je dan de training in pdf-formaat gewoon in je mailbox. En dan kan je er zo vaak mogelijk aan meewerken zoals je wilt. Het is online, maar je kan het afprinten als je dat wenst. Dat hoeft niet natuurlijk. En ook daar zijn we wat milieubewust bewezen natuurlijk. Maar dus, het gaat over verschillende soorten grenzen. Waarom? Omdat die ook verbonden zijn met de manier waarop we in het leven staan. Wanneer je bijvoorbeeld mentaal je veel te veel beperkt en je weet waar je grenzen liggen, dan ga je jezelf constant gaan saboteren. Jezelf constant klein houden en tegenhouden. Want je mentale grenzen zijn natuurlijk verbonden met je gedachten. Zijn verbonden met de overtuigingen die je hebt. Emotionele grenzen heeft dus ook te maken met, zoals hij zegt, met je emoties, met de trauma's. Dus dan gaan we daar dan mee aan de slag. We staan ook stil bij de fysieke grenzen, want ook daar is het belangrijk dat je weet van wat je graag hebt, wat je toelaat, wat je niet toelaat, waar je grens ligt, bij wie en wat dat maakt dat dat anders is. Bij wie dat je bijvoorbeeld iets wel meer toestaat dan bij anderen. Bijvoorbeeld, je gaat misschien gemakkelijker je kind knuffelen, maar niet een wildvreemde. En dus ook verschillende zaken daaromheen. En dan eigenlijk het laatste, de laatste dag, gaat over die energetische grenzen. Want hoe vaak dat we het ook eigenlijk vergeten, we zijn en blijven energie in een fysiek lichaam. Maar in eerste instantie, en dat is onze kracht, zijn we energie en focussen en manifesteren en leven we en, op die manier. Dus dat betekent, waar dat je ook gaat, met wie dat je ook kijkt, met wie dat je bijvoorbeeld zelfs ook oogcontact maakt, daar wissel je eigenlijk energie uit. En
wanneer je spreekt over hooggevoeligheid, over ADD zelfs, ADHD en al die andere zaken, dan is er eigenlijk altijd ook een hogere reden. En heeft dat eigenlijk ook altijd te maken met die energieën. Dus daar ook een stukje rond. Dus het is echt de bedoeling dat als je die training of die cursus in huis haalt, dat je er echt niet in één dag doorheen gaat, maar dat je dus eigenlijk minstens één dag uit neemt, uit aan de kant reserveert, of zegt, om elke dag met een ander soort grens aan de slag te gaan. En het is zelfs soms nog beter als je dat kan, om bijvoorbeeld vandaag de eerste dag te doen en dan een aantal dagen te wachten. Zodat je eigenlijk echt gedurende een aantal dagen bewust met die grenzen bezig bent. Omdat je dan eigenlijk doorheen je dagelijks leven gewoon te leiden, gewoon door de dag heen te gaan, situaties meemaakt waarin dat je dat kan gaan terugreflecteren naar jouw grenzen. Op die manier word je weer bewuster van jezelf, word je weer bewuster van hoe dat je in het leven staat, waar dat jouw grenzen zijn, wat dat jouw grenzen zijn, hoe dat je die grenzen jou nog tegenhouden en hoe dat je die kan gaan veranderen en nog gaan verruimen, zodanig dat ze jou weer voor jouw hoogste goed zijn, zodanig dat ze jou weer dienstbaar zijn en jou niet langer klein houden of tegenhouden. Wat moet ik zelf verder nog zeggen? Ik denk dat dat zo wat het belangrijkste is. Ik zal de link naar die gratis cursus of training, of hoe je het ook wil noemen, hier onderaan de video, zo bedoel ik dan, onderaan de video plaatsen. Zodanig als je interesse hebt, dat je gewoon via de link naar de website kan gaan. Daar kan je nog eens nalezen over wat het gaat. Heel sumier vermeld. Want het belangrijkste heb ik eigenlijk ook hier al vermeld. En dan kan je gewoon via de button inschrijven. Ga je naar een inschrijfformulier, geef je dan je naam en mailadres. En dan is het systeem in staat om eigenlijk via een mail die link naar die cursus naar jou door te sturen. Zo werkt het eigenlijk. Nu, als je op een of andere manier met mij wilt samenwerken, dan nodig ik jou natuurlijk heel graag uit om met mij samen te werken in het groepstraject, waar dat de live sessies ook weer van start gaan in oktober. Dus dat is niet meer zo lang, dat is nog een drietal weken, denk ik. Waarbij dat we echt aan de slag gaan met die universele vlammen. Universele vlammen, vooral de 7 hoofdvlammen, in eerste instantie die verbonden zijn met ons chakrasysteem. En waarin dat je ook meer en meer gaat gaan begrijpen hoe dat jouw energiesysteem ervoor zorgt dat je bepaalde zaken wel of niet aantrekt in jouw leven. Dus zeker als je zegt van ik loop vast, ik zit, ik weet niet waar dat ik heen moet, ik weet niet hoe dat komt, dat ik altijd met dezelfde loop blijf lopen, met blijkbaar altijd maar dezelfde problemen tegenaan loop, dan is die cursus eigenlijk de op één na beste manier om met mij samen te werken en om eigenlijk jouw verantwoordelijkheid weer te nemen voor jouw leven. Om jouw healing weer in eigen handen te nemen. Waarom zeg ik op één na beste? Omdat eigenlijk wanneer je één op één met mij kan samenwerken, je hebt daar de investering en de ruimte en de energie voor, dan nodig ik je uit om één op één gedurende 3 maanden met mij samen te werken. Dat is 24/7 dat we eigenlijk in contact en verbinding staan. Ja, wat je hoort is dat mijn katten die hun energie kwijt moeten. En dus in dat 3 maanden traject gaan we echt heel nauw aan de slag. En is het eigenlijk maar gewoon jij en ik die samenwerken om doorheen die blokkades, doorheen die obstakels te gaan breken. Zodat je echt ziet waar dat jij jezelf tegenhoudt. Wat dat die diepste schaduwen zijn. Dus maar ben je daar nog niet klaar voor? Geen probleem natuurlijk, want ik kan ook geen 10 mensen en dat, op die manier begeleiden. Vaak gaat dat tot maximum 4-5 mensen. Maar op dit moment zijn er een aantal mensen die op het einde van het traject lopen, waardoor ik weer ruimte kreeg om nieuwe mensen op te starten. Dus als je dat wilt, tussen nu en het einde van dit jaar op één met mij samen te werken, dan nodig ik je uit voor het spirituele traject Versterk Jezelf. En eigenlijk de naam zegt dat zelf. De bedoeling ervan is dat jij jezelf weer versterkt, meer gaat gaan geloven in je eigen spiritualiteit, in je eigen krachten. En dat jij eigenlijk door met mij samen te werken leert hoe dat jij je verbinding met jouw gidsen en jouw team kan gaan versterken, zodat je ook leiding kan ontvangen via hen, zoals ik van mijn team ontvang. En dan het groepstraject, daarin werken we voornamelijk met de vlammen. Dan zijn er zeker meer dan 10
zo niet, misschien zelfs bijna 20 transmissies en healingen opgenomen, verbonden met de universele vlammen. Dus waarbij dat we eigenlijk de alchemie gaan gebruiken om vanuit het energetische ons leven echt te gaan transformeren. En bij de ene gaat het heel snel. Dus dat betekent dat wanneer je een transmissie doet en een transformatie gaat gaan doen met de vlammen, dat het onmiddellijke resultaat ziet. Bij andere stukken ga je merken dat het iets langere tijd vraagt om volledig in je systeem geïntegreerd te zijn. Maar dat betekent niet dat het daarom langer duurt. Dat hangt af eigenlijk van het soort blokkade van het probleem of dat er eigenlijk nog extra inzichten nodig zijn of niet. Maar dus, ja, dat zijn allemaal zaken die wij dan ook bespreken tijdens die live sessies, waarin we dan samenkomen in tijdens de Zoom-sessie. Waar je vragen kan stellen, waar je problemen kan voorleggen, waar je vragen hebt over de vlammen, over healing, over spiritualiteit of wat dan ook. Als ik het zelf niet weet, dan vraag ik het aan mijn gidsen. En dan channel ik gewoon de informatie op het moment dat je de vraag stelt. Dus zo werkt het eigenlijk. Op die manier probeer ik zoveel mogelijk mensen te kunnen ondersteunen, zodat we allemaal mee kunnen gaan naar die nieuwe tijd, hogere energieën. En allemaal het een leven kunnen leiden in vrijheid en harmonie en blijheid en geluk en heel veel liefde. Want als ik kijk van waar ik zelf vandaan kom en waar ik nu ook weer sta, dan wens ik dat iedereen toe. Dat hoe moeilijk of hoe uitzichtloos jouw situatie nu misschien lijkt, en je niet goed ziet de weg naar buiten, de weg naar doorheen dit probleem, laat je dan alsjeblieft ondersteunen. Want kracht is niet door alles alleen te doen. Kracht is voornamelijk door te begrijpen en te weten wanneer dat extra ondersteuning en hulp noodzakelijk is. Dus als je dat wenst, klik gerust op een van die linkjes onderaan deze video. En dan zie je wel wat er jou aanspreekt, wat dat goed voelt. En dan werken we misschien binnenkort wel heel nauw samen. Zo, dat was het. Tot de volgende!